Hi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Mark van Wageningen en Patrick van den Broek. In deze podcast maken wij maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar vanuit onze eigen ervaring en geven wij handvatten die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken. Super benieuwd naar je format, want uh, dit keer ben jij wel meer een soort van uh, gastheer eigenlijk. Ja. En je, hebt, uh, uh, je bent helemaal voorbereid, je uh, laptop mee. Uh, nou, uh, je hebt hier een mooie blik op tafel staan. Ja, die andere was gewoon onwise onwijs succes, wat we allebei eigenlijk niet zo hadden verwacht, maar wat we wel hadden gehoopt, natuurlijk. En... Ja, nou ja, ik had niet ja. per se, uh, nee, ik had niet, uh, volgens mij. Nou, zei ja, ik ja, dat sterker toen... nog. Ja, je vond gewoon de kwaliteit niet zo goed. Nou ja, ik vond de vorige keer de kwaliteit inderdaad niet zo goed. Specifiek van mijn microfoon. Dat had natuurlijk toen nog te maken met wat gebrek aan kennis. Het was onze eerste opstelling. De instellingen. Ja, instellingen. En uiteindelijk reageerde iedereen superleuk. Dus dank daarvoor. Maar goed, dat was niet zozeer natuurlijk de reden voor mij om echt te zeggen van... Dat had gewoon met name te maken dat, dat je soms dan wel eens afvraagt van... Ja, wie ben ik om hier ja. dingen over te zeggen? Ja. Blijkbaar vinden mensen dat toch... Toch wel heel interessant wat ja, jij daarover te wel, zeggen Ja, ja toch ja, wel leuk. Je ja. ja. hebt gewoon een eigen mening en ja, je ja, zeker. een eigen gedachte gegeven. Alleen, uh, en, en nu komt de, de echte de reden waarom mm -hmm. ik uh, zoiets ja. had van ik wil hier niet mee doorgaan. En dat was omdat ik uh, uh, ja, moeite had om in bepaalde onderwerpen te komen. Maar dat had ook te maken ja. met hoe wij dat op dat moment in een bepaald ja. format aan het gieten ja, waren. Dat, het was te uh, alsof we in uh, een rol in een serie aan het spelen waren. Ja. Alleen ik had het script even niet gekregen, nee. maar ik moest wel nee. mijn best ja. acteren... Ja, dat ja ik echt dacht van, ja, maar ja. Ik, ik weet helemaal god niet waar het hier over gaat. Nee, nee precies. En als wij iedere keer in, in, in een regulier gesprek zitten, ja, ja dan ja. heb ja, dan ik loopt gevoel het gevoel niet. En dan loopt het gewoon. Ja, en, precies. Maar op een of andere manier lukt het iedere keer maar niet. En tot nu toe loopt het eh, gewoon supergoed. En nogmaals, je ja, hebt wat dingen voorbereid, nou, daarvoor ja. straks aan jou het woord. Nee, ja. dus ik ben... Nee, dus, dus ik, dat heb ik ook tegen diverse mensen gezegd ja. van, goh, uh, en dat, dat was jouw idee eigenlijk. Want jij zei tegen mij van, nou, het zou een idee kunnen zijn en wil jij, zou jij dat willen doen... Zou jij een blik willen, een blik of een pot of wat dan ook, met allerlei onderwerpen daarin? Ja, want die staat hier nu in het midden van ons op tafel. Ja, Mensen kunnen natuurlijk niet meekijken, nee. maar er staat hier nu een ja, mooi is... wit blik, een, 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 een tinne blik is het. Er staat op de onderwerpen voor de podcast blik. Ja. Dus uh, nou nee, ja, hartstikke ja. leuk. Dus dat heb, jij, uh, dat heb jij voorbereid. Dat heb ik voorbereid. Ik, uh, ik, ik ben gewoon wat onderwerpen. En gaan is dit doen. dan een pot ellende of zitten er ook leuke onderwerpen tussen? Dat, dat ligt eraan. Ja. Dat ligt eraan. Ja. Ja. Okay, Het nou, kan ellende u. zijn, dat, is, dat weet dat je. Dat is niet. natuurlijk voor iedere persoon anders. Ja, ja. we ja. gaan ja. alleen wel gewoon uh, ja, maatschappelijke problemen, nou. maatschappelijke onderwerpen gaan En gaan we, we er dan één per podcast doen? Of had je bedacht, we gaan er meerdere doen? Of? Nee, we gaan één onderwerp per podcast doen. Oké, okay. maar oh. mag, ik, mag ik zeg maar wel een vrijkaart? Uh, heb, heb ik een hulplijn? Nee. Dat op het moment dat ik er één nee, uittrek... dat ik denk, deze ligt mij niet zo... Nee. dan gaan we alsnog gewoon proberen... Dan eens... gaan we gewoon... Okay. Ja, dus nou. het is alles of niks. Ja, nou ja, de, ja. de druk wordt weer gelijk... Uh, op, het aller, <laughs> op het allerhoogste uh, ja. gezet. Ja, en, nee, het, kan, en het zou leuk. zomaar kunnen zijn... dat je, dat je er één pakt en dat je denkt... Hé? Ja. Nou, daar, had ik de, daar, daar heb ik helemaal niks mee. Ja, dat nee. kan ook. Dan heb je nou ja, pek, dus... Maar goed, dan ga ik wel alsnog mijn best ja. doen. Om, uh... Ja, ja. Nou, nou. en dat is voor mij ook, hè? Want het, ja, het is gewoon... Dus het is, ja, we gaan zeg maar shaken ja. uh, rond uh, rond ronddraaien uh, uh, ja. en dan, uh, dan ja dan wil ik jou vragen wil je daar eentje uitpakken ja moet ik ook echt mijn ogen dicht doen of mag ik wel nee je mag nee, gewoon kijken okay. ja maar daar sta je kan het niet lezen dus het is sowieso ja nee oké okay. nou ik uh, ik, uh, ik ga er nu ga ik uh, eentje uitkiezen ja nou ik al grabbelend houd ja. ik er één vast dus daar komt hij? Ja. Hey, ik stop. heb er één. Top, top, top. Er kwam een hele bunch uit. Ja, maar tuurlijk. Ik, maar ik, ze heb... zitten een beetje in elkaar ja, geweest, ja. Ja. Nou, wat ik ga doen... Ik ga hem in eerste instantie zo voor jou open doen. Net als bij, uh, bij, dat, hm. bij dat spel met ja. Linda de Mol. Dan gaan ze eerst oh, zeg ja. maar, naar het publiek... en dan kunnen die al een beetje lachen... of het goed zit of niet. Oh, ja. Oké, okay, leuk. Ja? Ja. Jij ja. wordt er blij van? Ja, Word ik, ik er blij van, denk ik. Weet ik niet. Oh, <laughs> nou, dan ga ik hem lezen. Oké. Okay. <laughs> Ja, deze reactie had ik dus verwacht. Ja, ja dit, is een, uh, dit is een hele mond vol. Ik moet uh, dit soort zinnen negen keer lezen om enigszins ja. te begrijpen ja, kan beginnen met lezen. Nee, maar goed, uh, ik ga natuurlijk altijd, uh, hè, zo heb ik het ook vroeger geleerd op school, klinkt heel kinderachtig, maar uh, altijd in plakjes snijden. Hè? Dus uh, wat ik lees is uh, een, een gesprek over het menselijke gedrag, hoe, wat ik daaruit opmaak, hoe mensen soms reageren op situaties, hè, hoe hun eigen belevingswereld en ja. ervaringen Toe leidt dat ze soms reageren op de manier zoals ze reageren. Uh, uh, nou, emoties, psychische aandoeningen, therapie, et Ja, dus, dus zou je hem gewoon even helemaal op willen lezen? Ja, oké. Okay. Nou, dus het onderwerp van deze podcast is Psychologie en gedrag. Discussies over menselijk gedrag, emoties, psychische aandoeningen, therapieën, et Ja, nou, dat lijkt me wel een heel interessant onderwerp. Ja. Zeker. <laughs> kan jij daar een, 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 een opening over geven? Want een, een, een discussies over menselijk gedrag. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal uh, elke dag met uh, menselijk gedrag en emoties te maken, uh, uh, vooral op werk, uh, persoonlijke situaties, ja. familiaire uh, ja. situaties. Uh, ja. Nou, het, 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 het interessant is, wat jij zegt, kun jij daar een voorzet van geven en, en, en dan begin je eigenlijk zelf toch al, uh, al te praten. Dus het is toch wel een interessant onderwerp wellicht. Um, wat ik interessant vind is dat um, mensen heel uh, snel geneigd zijn om zichzelf labels te geven, waar ze wel of niet last van hebben. Uh, dus als je het hebt over psychologische aandoeningen of uh, de emoties die daarbij kunnen komen. Kijken over zo'n onderwerp, dan kan het best zijn dat iemand zegt: nou, ik heb uh, ADHD, of ik heb ADD, of ik heb Borderline, of ik ja. ben overspannen, of, mm -hmm. ik mm -hmm. of ik heb een burn-out of ik heb een burn-on. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie termen. Ja. Alleen wat is het nou eigenlijk echt? Ja, nou ja zeker. Nou ja, dit wat is... doet het met je als je het te horen krijgt? Ja. Nou als ik ja. zeg tegen jou, Jong Mark, ik denk dat jij een burn-out hebt. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje iets waar ik op dit moment ook mee speel, zeg maar. Ik heb wel uh, uh, last van wat dingen, omdat er op dit moment gewoon heel erg veel in beweging is ja. in, mijn, in mijn leven. Ja. En uh, voor het eerst ben ik echt op het punt gekomen dat eigenlijk echt letterlijk niets meer, meer energie geeft. Dus ja. hiervoor, hè, dat weet jij van mij, ja. was het altijd wel uh, weinig wat mij echt energie gaf. Ik kan nu echt met 100% overtuiging zeggen dat niets mij meer energie ge geeft. Alles kost mij vooral heel veel energie. Ja. En dat is natuurlijk best wel heel erg lastig. Uh, en dat ik daarom dus ook zit, dat ik elke keer in mijn hoofd al denk, van nou zou dat dan een vorm ja. van een burn-out kunnen zijn? Maar dat ik dan elke keer wel denk van ja, ja dat ik het gevoel heb dat we een beetje in een samenleving zitten. Mm -hmm. Dat als ik in één keer dan zeg van oh ik heb een burn-out, dat het dan, dan ook in één keer zo die stempel is die op mijn voorhoofd is van oh burn-out, burn-out. En dat ik gewoon zoiets heb van ja, misschien ja. kan het ook gewoon even een, gewoon een wat mindere periode zijn dat er gewoon net even wat te veel gebeurd is. Ja. Ja, want je kan ook nog spreken over een burn-on bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is een dat burn-on, is een, burn een voorloper van de burn-out. Ja. Dus een burn-on is eigenlijk dat je wel gewoon door kan blijven gaan met je werk, gewoon doen wat je doet. Gewoon uh, blik op oneindig, alleen totaal geen plezier meer kan hebben in wat je aan het doen bent. Nee. Nee, precies. Nou, kijk, en, en misschien dus dat daar dan nog wel het verschil ja. in zit, want zoals jij dat zegt, uh, uh, plezier, er ja. zijn wel dingen dat ik plezier dan in ervaar. Mm -hmm. eh, dus net zo goed nu deze podcast, daar ja. ervaar ik wel plezier ja, in, alleen het, 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 het geeft me alleen geen energie en dat bedoel ik niet op een nee. negatieve manier, maar dat komt dus denk ik door gewoon hoe dat leven zit, want wij zitten hier nu in een avond. Ja laat ik zo zeggen om een soort van energie op te laden zou ik nu eigenlijk al makkelijk naar bed kunnen gaan ja, qua hoe qua mijn energiepel ja. zit. He, dus dat zie ik dan niet iets negatiefs naar nee. dit, want ik vind dit dus leuk. He, dus dat is wat ja. jij net zegt. Maar kun, ik heb kun wel nog, kun je er nog genoeg plezier voor jezelf uithalen uiteindelijk uit alles wat je doet. Uh, nou ja, dat is dus wel waar ik op dit moment heel erg. Uh, ja, ik heb een aantal beslissingen genomen in mijn leven. Ja. Um, wil je daar iets over kwijt? Of, uh, nou of? ja, wat ik daarover kwijt wil, is dat ik natuurlijk. In, in de eerdere podcast heb ik verteld dat ik uh, zelfstandig ondernemer ben. Mm -hmm. Ik heb nu alleen wel besloten daar iets meer afstand van te nemen, uh, omdat ik uh, merk dat, uh, dat ik gewoon geen, geen lol meer ging beleven in, in mijn taak. Uh, dan moet je je voorstellen dat ik als individu een hele grote groep klanten. Uh, Dien en dat altijd voor een hele schappelijke prijs heb gedaan. Ja, dat dat wel soms ook betekende van dat ik niet voor iedereen op elk moment klaar kan staan. En dat wordt wel continu van mij verwacht. En uh, dat ging op een gegeven moment te veel van mij vragen. Nou, en de beslissing die ik dan nu heb gemaakt, is dat ik eigenlijk heb gezegd: van ik ga geen nieuwe. Opdrachtgevers meer aannemen. Maar ja, dat had natuurlijk gelijk hele grote financiële gevolgen. Ja, ja. Toen heb ik dus besloten om drie dagen, wat eigenlijk een gift uit de hemel zou zijn, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat ik drie dagen voor een van mijn klanten mocht ik vast in dienst werken. Nou, dat leek helemaal mijn escape te zijn. Alleen, um, en dat is wel een soort van spannend om in deze podcast te zeggen, ja, want je weet ja. maar nooit wie dat uiteindelijk gaat luisteren, maar ja. ik wil het zo, zo oprecht mogelijk altijd kunnen blijven zeggen. Dus ook ja. dit ga ik doen. Dat ik wel dus nu merk dat ik denk: shit, uh, gaat hij iemand aannemen de Mark, zoals die in de kracht van zijn energie zit, en dan dus een hele goede toegevoegde ja. waarde voor het team zijn? Ja. Of ben ik misschien wel volgende week dat, dat je eruit kan. Ja, dat, dat ik eruit kan. Dat, zo dat bedoel je, ik het uh, inderdaad. Ja, Zo'n mark wil ik niet. Nee, precies. Ja. Dus, dus ja. dat vind ik heel lastig. Maar ja, ik voel me gewoon niet top ik merkte dat vandaag ook aan van allerlei dingen. Dat ik echt, ik schaamde me gewoon. Hè. Ik zeg dat ja. echt ook nu echt ja. zo tegen jou. Dat uh, hij vroeg mij wat. En ik, ja, ik, ik bleef me maar verspreken. En op een gegeven moment zag ik echt mensen echt. Kijk, maar ik kwam gewoon niet met mijn woorden. Nee, uit. nee, maar, maar goed, nu snap ik ook wel waardoor het kwam. Omdat er natuurlijk ook. Wat Tuurlijk. andere dingen... Er uh, was wat gebeurd. Gebelden. inderdaad. En, en dat, 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 je kunt niet nee, alles Nee, maar ik heb dit komen. vorige week ook, uh, ja, 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 had ik ja. ook. Dus ik snap wat jij bedoelt. Ja. We hebben net wat persoonlijks besproken, maar ik had dit dus vorige week ook al. Ja. Uh, hè, dus, en dan ben ik dus ook geneigd om zo'n gesprek in te gaan. En dan zou ik mezelf dus die, uh, die stempel wel ja. willen labelen. Maar aan de ene kant denk ik, ja, weet je... Ja, want dat is dus de vraag inderdaad. Want ik vind ik een interessante wat jij nu zegt. Is dat dan een aandoening? Kan, ja. je dan, kan je dan spreken over iets wat niet klopt bij jou? Of nee, dan, ja. Is het dan echt, echt iets psychisch? Of is het echt iets waardoor je, waardoor je erachter zou kunnen komen van: goh, als ik het anders zou aanpakken dan... Dan gaat het wel weer beter. Ja, nou, ja. kijk, als ik. Uh, kijk, uh, voor de luisteraars laat het duidelijk zijn. Dat is ja. dus ook altijd de verdeling in deze podcast. Is dat ja. ik vanuit ervaring en ja, daar mijn, va ja, mijn vakgebied. Maar ik heb geen uh, kennis over coaching of wat dan ook. En jij ja. natuurlijk wel. Hè, dus als ik de stelling uh, 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 zo lees. Hè, dan zie ik een psychische aandoening echt iets als wat misschien echt helemaal vanuit. Uh, uh, bewijzen van genen of DNA aan toe of, oh ja, of ja, zo, uh, zoiets ja. al helemaal in je systeem zit. Ja. Uh, yeah, nou ja, goed of dat op die manier bestaat, dat weet ik niet. Nee. Maar dat is ja. even mijn interpretatie daarvan. Ja. Terwijl uh, ik op dit moment, als ik de rest van de stelling lees, dus menselijk gedrag, emotie, ik heb dus vooral zoiets van dat door mijn gedrag en ja, emotie die daarbij hangt, dat ja. ik vooral heel vaak. Uh, uh, mij schuldig heb gevoeld naar klanten, terwijl ik ze echt 110% van mezelf heb gegeven, ja. 0% heb teruggekregen, en, en dan nog het gevoel had alsof ik het niet goed genoeg deed. Ja. En dat als je dat een te lange tijd blijft doen, uh, dan ga je aan jezelf voorbij. En dan heb ik nu die beslissing gemaakt. Ja. En dan heb ik nu een betere situatie voor mezelf gecreëerd, met echt gigantisch unieke kans. Maar ik heb dus heel sterk het gevoel, nu mijn trein eigenlijk op ja. een nieuw spoor aan het gaan is. Ja. Wat een beter spoor of een beter traject zou moeten ja. zijn. Ja. Dat daardoor de passagiers in de trein dus nu helemaal aan het ontsporen zijn. Zeg maar. Die raken nu helemaal in paniek dat ze denken, over oh, rijden ja. verkeerd. En, en die ja. beginnen dus nu aan die deur van de, van de machinisten te, te schudden. En, en dat voel ik dus in mijn bovenkamer ja, wel. Ja, dat ik ja. merk van ik voel die onrust door mijn hele lijf. Ja. Terwijl het eigenlijk een veel beter traject zou moeten zijn. Ja. En dat frustreert me dat ik denk, oeh. Uh, ik ja. had eigenlijk gehoopt dat dit direct mijn, uh, mijn traject naar verlichting zou zijn. Maar ja. dat, dat is niet zo. Ja, en dat, en dat is natuurlijk ja, nog niet, inderdaad, wat je zegt. Want dat is, dat is ook uh, waarin je jezelf de kans moet gunnen. Uh, de kans moet geven om een nieuw patroon te ontwikkelen. En daar hebben wij het natuurlijk ook wel vaak in onze gesprekken over gehad, onderling, als, als, als vrienden, zeg maar. Mm -hmm. uh, de, ja, dat het creëren van een nieuw patroon, dat is een hele uitdaging. Ja. Om, om te zorgen dat je een nieuw patroon creëert voor ja. jezelf. En dan, dan komen al die stemmetjes waar we het ook al in de eerdere podcast ja. over hebben gehad. Die komen allemaal om de hoek. Van ja, doe je het wel goed? En zou je ja. het nou wel doen? En is dat nou wel echt wat bij jou past? Ja. En dat is, dat is een uitdaging. En je zal zo'n patroon die je dan opnieuw gaat ontwikkelen, zal je ook wel weer de tijd moeten geven ja. om, om te gaan snappen dat het echt. Want wat ik, ja. Wat ik, ja, waar we het in de aanloop van de podcast ook al even over hadden. Eh, het was wel heel. Grappig hoe, hoe we als mensen soms in ons brein daarin uh, veroordelend kunnen zijn. Want jij zei: Nou, hè, <laughs> ik, ik, ik heb al behoorlijk, ik, uh, ik ben het al zat dat 2023 zo langzaam, ja. want er is al zoveel op mijn ja. pad gekomen. Hè? Ik heb echt nog het nooit voor mij nu wel afgelopen. Ja, zijn. Ik heb nog nooit het. gehad dat we in, nu in april zitten. Ja, precies. En ik heb nog echt, echt oprecht. Soms hoor ik het altijd en denk ik, ja. Oh, ja, dat is een ja, beetje aangedikt. Nee, ja. ik heb oprecht ja. op dit punt in mijn leven, nu april 2023, nog nooit in een jaar tijd zoveel meegemaakt nee. als tot nu toe. Gewoon. Nee. Dat ik echt dacht van echt letterlijk elke week dat ik echt op een gegeven moment dacht. Van come on, give me some ja. slack. Gaan we nou, gaat er nou weer dit gebeuren? En nogmaals, dit gaan we niet bespreken in de podcast. Maar nee, zelfs nee, gisteren nee. is er ja. dan nog iets, ja. iets heel relevants gebeurd. Waardoor ik. Uh, nou, een heel denkt, groot, wat gebeurt er nu weer? Ja, ja. en een ja. heel groot deel van de nacht heb wakker gelegen. En, maar goed, zo over is mij natuurlijk een hele loop uh, ja. dit jaar wel ja. overkomen. En, en uh, toch, en toch, uh, en dat zei ik ook tegen jou, toch denk ik dat juist uh, het meemaken van die dingen. Uh, een bepaalde soort van transformatie uh, kan teweegbrengen ja. bij een persoon. Hè? Dus dat ja. kan ervoor zorgen dat er hele andere dingen weer gaan stromen die er daarvoor misschien helemaal nooit waren. Ja. En, en dat is juist eigenlijk heel fijn als ja. je dat toch wel meemaakt. Omdat je, ja, nou, ik zet het in mijn e-mails altijd eigenlijk eronder, als laatste zinnetje in mijn e-mail staat: altijd als je iets, als iets niet lukt. Dan heb je niet gefaald, maar je hebt geleerd. Ja. Dus een andere benadering. Ja. Want je zou kunnen denken: oh, dit staat nu in jouw handtekening. Ja, dat staat in mijn handtekening. Ja, ja. Nou, dan, ja, dat is dan wel inderdaad heel relevant <laughs> ja, naar, naar afgelopen tijd. Ja. Maar goed, dus dat is dan even maar voor... Maar heb je het dan echt over een, over een aandoening, als jij dit nu mij zo aan het vertellen bent? Heb jij het gevoel dat je dat dan hebt? Nee, ik, nee. nee, dus zoals net gezegd, heb ik echt het gevoel dat het bij mij uh, een combinatie van gedrag met emotie is. Ja, precies. Uh, en, en op dit moment is die even dus niet in balans. Ja, waardoor dat voor mij gewoon niet altijd even goed voelt. Nee. En uh, op dit moment heb ik dus een hele hoop beslissingen gemaakt. Uh, en probeer ik ze nog even met, met, met een bepaalde... Uh, stabiliteit wil ik ze nog even door laten gaan. Ja. Maar uh, een hele hoop in mij die scheelt wel om een andere stap te zetten. Ja. Snel dingen terug te draaien, ja. snel dingen uh, terug naar, naar af te brengen. Ja. Uh, of juist uh, de beslissing extra veel kracht bij te zetten. Zoals ja. dat speelt ja. door mijn hoofd. Dat ja. ik echt denk, nou, dan stop ik er helemaal mee. Maar ja, op dit moment weet ik het gewoon even nee. niet. En vanuit uh, wat je natuurlijk ook wel eens hoort in andere situaties... Ja. dat op het moment dat je het gewoon niet meer weet... dat je dan vooral niet impulsieve beslissingen moet precies, maken... heb ik precies. dan even voor een soort standstill gekozen. Ja. Maar die standstill, dat is wel een positie waarin ik me dus onrustig voel. Dus nogmaals, voor mijn gevoel is het echt een combinatie... Ja. met gedrag en emotie. Ja. En uh, dat ik er vooral een hele hoop dingen... Bij voel ja. en dat ik daarna reageer. Uh, maar persoonlijk, wat, wat ik echt zie als bij psychisch... ...is dat als dat echt altijd continu zo nu ja. en dan weer aandoet... ...omdat er iets in mijn systeem is dat dat continu triggert. Ja. En, en dat, maar... dat vind ik wel interessant uh, wat jij nu net zegt. Want wat ik bijvoorbeeld bij jou kan waarnemen... ...is dat, uh, dat jij dat gedrag kunt veranderen... ...waardoor er ook een andere emotie ontstaat. Ja. Nou ja, okay. en, en dat is wat ik bij heel veel mensen uh, ook zie als ze, als ze dan bij mij in de praktijk komen. Dan komen ze voor de eerste keer en dan zeggen ze: ja, uh, Patrick, uh, ik heb een burn-out. Uh, maar ik als coach geloof nog steeds in de heelheid van ieder mens. Ja. Dus ook al uh, heb je een andere manier van doen. Een andere manier van denken. Dat wil niet zeggen dat je daardoor gelijk een aandoening ja. hebt of een psychische aandoening nou ja, hebt. Ja, dat triggert mij ook heel erg in wat jij zegt. Ik, kan, ja, uh, ik vind het heel knap. Laten we dat even voorop stellen en, en, en oprecht, dat er iemand dus kan zijn in ja, jouw vakgebied. Dat zou je, die ja. opmerking zou je heel vaak ja. horen. Maar dat ze dan dus echt bij jou binnenkomen, kunnen zitten en dan echt zeggen, ik heb een burn-out. Ja. Ja, maar ik zou dus altijd uh, zoiets hebben van, nou ja, het gaat gewoon nu even niet zo lekker. Ja. Maar om dan ja. in één keer zo keihard te zeggen ja. dat ik een burn-out heb. Het is interessant om te zien dat mensen uh, het fijn vinden om een labeltje te krijgen. Om een label te krijgen, zodat ze het kunnen verklaren, ja. wat ze hebben. En Eigenlijk is dat een, de omgekeerde manier van denken. Ja. Want je, je zou geen label nodig hebben als ja. je weet hoe je het anders kan aanpakken. Nou ja, en ik maak het natuurlijk inderdaad ook wel mee in mijn familiaire situatie. Ik ga even niet nee. uh, dingen, maar ik nee. denk dat je begrijpt wat ik ja, bedoel. Ik en dat je. daar ook een bepaald uh, uh, ziekte-conclusiebeeld aan is gegeven. En dat, uh, eh, dat daar een. Uh, ja. Een, een hele hoop geruststelling uit is. Maar ja, misschien ben ik dan. Juist ja, de onder vraag de... is of dat echt geruststelling is. Nou ja, precies. En ik heb dus inderdaad. Ik ben altijd meer van. Een, misschien een wat kleinere groep dan. Dat op het moment dat ik een. een, een uh, ik ben natuurlijk ook een keer geopereerd geweest ja. aan, aan, aan lichaamsdelen. En uh, toen was er ook altijd de conclusie van... nou ja, uh, klopt dat wel? Is dit ook echt het probleem? Ja. En noem het allemaal maar. En ik, ik had altijd dat ik dacht... ja, weet je, ik blijf altijd nog steeds openstaan van... is dit het nou? Of ja. is dit nou niet? Altijd verder zoeken. Precies. En dat heb ik dus ook als iemand mij nu zou zeggen... oh nou, zoals ik jou nu zo hoor, dus, dat is een burn-out. Dan zou ik zeggen, nou luister, een burn-out. Uh, het kan soms gewoon ook even allemaal te druk zijn. En ja. misschien moet ik gewoon even rust nemen... En, dat is dus het jammere. Om even daarmee terug te komen. En dan wil ik even het onderwerp naar jou draaien. Ja, dat ik ja. zoiets heb van. Nou, ik heb een hele hoop beslissingen gemaakt. Uh, en uh, uh, misschien is even wat voor mij nu op dit moment jammer is, ja. tussen haakjes, want normaal, ik, ik, ik zie het wel als de gift die het is, ja. maar het jammer is, is dat het iets te snel opvolgt. Ja. Dus idealiter had ik de extreem drukke periode kunnen afsluiten ja. met de geruststelling dat er iets nieuws op het pad kwam, mm -hmm. daartussen een maand van herstel in kunnen plannen en dan... Uh, ja. Daarin. Maar ik ben natuurlijk direct van het een op het ander gegaan. Tegelijkertijd, uh, op, op liefdesvlak speelde er in twee verschillende situaties heel veel in mijn leven. Ja. Uh, op familievlak, in gezinssamenstelling uh, noem ik het dan even, uh, is er nog altijd een hele hoop in beweging. Ja. Dus ja. Het, het is gewoon even te veel om ja. dat allemaal uh, te filteren. En dat zijn ook echt alle factoren die je zo'n beetje noemt, uh, die een, een, een veroorzaker kunnen zijn van het feit dat je of in een burn-on of uiteindelijk in een burn-out terechtkomt. Ja. En, en, en dat zou wel uiteindelijk kunnen. Ik ja. zie het bij jou nu niet. Dat is wat ik waarneem en ja. wat, wat ik ervaar bij jou. Ja. Uh, want als je echt een goede burn-out hebt, dan, dan lig je echt helemaal Precies. plat op, op bed ja. en dan kom je ja. je bed niet meer uit en nee. het is gewoon helemaal klaar. Precies, want ik heb er nu inderdaad daarop doorbordurend, als ik nu gewoon twee dagen uh, zou slapen, dan ben je gewoon weer helemaal. Dan zou ik alweer helemaal ja. gaan aanstaan inderdaad. Ja. Alleen door de, door de situaties, door de omstandigheden. En dat is Die wel kans interessant. doet zich niet voor. Je kunt dus een hele hoop. Uh, en, en, en nogmaals, daar willen we nu natuurlijk niet in generaliseren. Hè. Dus iedere situatie is op zich, iedere situatie zal ook anders beoordeeld moeten worden en, en bekeken moeten worden. Maar je hebt dus ook echt heel veel zelf in de hand. Je hebt heel veel zelf in de hand om, om, om uh, je leven vorm te geven. Ja. En het, het kan niet op alles, hè? laten we dat ja. even vooropstellen. Maar je hebt wel heel veel invloed. Nou, en dat is dus de leuke brug naar dat menselijke gedrag. En dat is dus met invloed, wat ja. jij net zegt, en ja. dat je zelf heel veel controle hebt. Dat is dus dat stukje menselijke gedrag en emotie. Wat ja. ik dus bedoel. Maar ik kan dat dus niet goed uh, bewoorden zoals jij dat nu doet. Waardoor ik dus in deze situatie zit. Hè. Ik, ik voel altijd heel veel verplichting naar mensen ja. uh, om ze op de hoogte te houden. Om iedereen te pleasen. Ja. Uh, en noem het allemaal maar. En uh, tegelijkertijd ben ik dat dan nu aan het loslaten. Maar dan krijg ik vervolgens wel weer de reacties van dat mensen het vervelend vinden dat ja. ze me niet horen. Ja. Daardoor ga ik me weer belaten voelen. Daardoor ga ja. ik weer harder rennen om ja. iedereen dan maar te zien. Mm -hmm. Vervolgens. Zoals ik net al gaf, geeft het mij op dit moment even geen energie. En dat heeft niks met die personen. Dat heeft alles met mij te maken. Ja. Maar dan gaan ze het ook nog eens dat op zichzelf betrekken. Zeggen van, ja. ik geef je geen energie, maar ik doe zo mijn best voor ja. je. En dan nog. Dat helpt gewoon even niet. Nee, nu en ze op blijven maar niet ja. begrijpen nee. dat dat niks met hun te maken heeft. Al nee. zouden ze op hun hoofd gaan staan ja. de hele avond, nee, dat maar doet dat, me niks. Dat, dat heb ik ook wel eens tegen je gezegd. Ja. Van ja, eh, eh, soms soms gebeurt dat dan in zo'n situatie ja. dat je hebt en dat je dan geen reactie terugkrijgt. Ja, ik weet inmiddels van, nou ja, goed als Mark niet reageert, dan zal er wel. Ja. geen tijd voor zijn. Ja, zeker. En dan vind ik het ook nog steeds niet leuk. Maar, ik snap maar jij moest ook in die positie wel groeien, toch? Ja, tuurlijk. Want eerst wist tuurlijk, je dat niet. En, nee, en ik snap dat. Ik dan ging ik nog een keer zeker. bellen. Zeker. En, dan en dan laat ik, ik dat onderstrepen. Want ik begrijp dat wel ook echt. Ja. Maar ik vind het echt super relaxed... dat bij jou dat kwartje nu een geval is. Echt op een hele fijne manier. Zeker ja. nog. Dat is ook de reden waarom wij hier nu wel zitten. Precies. Terwijl echt ja. sommige van mijn beste vrienden... me nu nog steeds ook weken niet hebben gezien. Ja. Want die zitten nog steeds niet in die begrijprol... Die blijven maar toch al, ja. al om... dat ze denken dat zij het voor mij doen. Ja. Maar op het moment dat ik binnenkom... begint het slurpen van dat energie bij mij begint al. Ja. En ik zie zij al sponsen. Ik zie die spons alsmaar groter en ja. vetter worden. Ja. En uh, voller, bedoel ik, van, uh, van, uh, van het vocht wat het ja. al heeft geabsorbeerd. Ja. Maar... Ik voel nee. weinig terugkomen en dat, nee. heeft, dat doen zij niet bewust. Nee. Maar, maar goed, jij hebt dat aangegeven en zo ja. sprak ik bijvoorbeeld laatst ook mijn moeder en dat ik echt dacht, oh wat fijn, dat, ze, ja. dat, dat, dat ik zei van ja, sorry dat je even zo weinig vermoord hebt. Ze dus ja. zei nee, nee, nee. Ze zegt, sorry mij juist, niet dat je denkt dat ik geen belangstelling voor je heb. Ze zegt, ik weet juist dat ja. jij nu even de rust nodig hebt. Dus ze zegt, ik heb jou totaal losgelaten. Ja. Dus het is niet zo van dat, dat nee, het haar precies. emotioneel niks doet. Nee. Maar zij heeft gewoon echt even gezegd van joh, zij weet dat ze mijn situatie verergert door zichzelf nu op te gaan dringen. Dat ik ja. echt dacht zo ja. uh, mega uh, eindelijk, relaxed. Eindelijk nog iemand die het begrijpt. Ja, wijze precies. Ja. En uh, tegelijkertijd en, en dan daarna ga ik even het onderwerp met jou, uh, Andrije. Maar ik <laughs> ja. werd dus dit weekend gebeld door mijn beste vriendin. Nou, jij weet dan wie ik ja. bedoel. Uh, en, en dat was best wel een heftig gesprek. Want zij belde mij op. Ze zei, ja, maar Mark, als we dit nog drie weekenden zo gaan doen... ja, dan, dan, dan stopt het voor mij hier ook. Want uh, ja, zo, als ik spannend. niet op jou kan rekenen in het weekend... Uh, als jij mij gaat negeren... ik begrijp wel dat er mensen mij waarschijnlijk contacteren... Ja, ja. maar ik kies er gewoon voor om daar dan pas vanaf maandag weer naar te kijken. Maar dat ik echt dacht van, ja, wat is dat ook weer een bepaald soort gedrag... dat mensen dan echt zoiets hebben van... Ja. Dat zij vinden dat ja. ik dat al moet. Ja. En dat, dat zie ik ook als emotie. Hè? Ja, zeker, zeker. Dat heeft dus een... dat is ook een emotie. En daar waar... hebben wij ook natuurlijk wel al vaker gesprekken over gehad. Ja. Dat, uh, dat het toch ook wel belangrijk is om inderdaad uh, op je gevoel uh, af te gaan. En, 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 en te kijken van ja, komt dat gevoel ook echt overeen met, met wat ik in mijn hoofd heb? Ja. En, en, en als je dan zeker, als je daar ook nog een, uh, een voorkeur in hebt, eigenlijk in, 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 in jouw zijn als persoon. He, op je gevoel afgaan, ja dan is het een hele uitdaging ja. om niet uh, al die redenen erbij te gaan bedenken en alles te gaan verzinnen waarom je het toch zou moeten doen. Ja. Terwijl je gevoel eigenlijk zegt van nee Mark, uh, je moet gewoon nu even aan jezelf denken. Ja. Als ik het zeg maar even totaal uh, in een andere hoek draai. Want een van de uh, uh, punten in deze stelling is, is emoties. Ja. Uh, als ik aan jou vraag uh, van, joh, wat vind jij een hele fijne emotie? Want we, je, hebt, je kan er nogal wat, wat hebben uh, die natuurlijk uh, meespelen. Ja. Maar wat vind jij een hele fijne emotie? Of misschien wel anders gezegd, wat is een emotie die jij bijvoorbeeld vaak ervaart? Ja, oh, en, ja. ja, ja ik vind het interessant dat je die vraag stelt. Want inderdaad, vanuit mijn uh, beroepsvisie uh, zijn er verschillende uh, emoties waar je mee te maken kan hebben. Je hebt uh, positieve emoties, maar je kan natuurlijk ook te maken hebben met negatieve emoties en de vraag is of ze dan echt negatief zijn, want ze zijn ook een raadgever. Maar een, een hele positieve emotie zou ik zeggen vreugde, mm -hmm. als ik echt Vreugde kan hebben, als ik echt verheugd kan zijn over iets, dan geeft me dat een goed gevoel. Ja, en, en ervaar je dat vaak? Ervaar je dat op dit moment in ja, je leven ik, ook vaak? Ik, ik ervaar dat eigenlijk best wel vaak. En, en wat, wat geeft jou op dit moment vreugde? Is dat iets wat continu vanuit jouzelf komt? Of doe jij gewoon toevallig iets heel vaak wat nee, nee, jou die vreugde geeft? Ik, 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 doe, ik doe eigenlijk altijd wat me op, op, op de dag uh, op, op mijn pad komt. Ja. He, dus, dus en dat en ik, geeft jou dus altijd vreugde. Ja, dus ik leef heel erg in het nu. Ja. Ik ben niet zozeer bezig met de toekomst. Ik ben niet zo heel erg zeer bezig. Ook al ligt het wel om te loer om met het verleden bezig te zijn. Maar ik ben eigenlijk het liefst gewoon heel erg in het nu. Ja. En, oh. uh, en als ik dan bijvoorbeeld vanmorgen weer een gesprek heb met iemand. En ik heb daarna weer met iemand een gesprek uh, uh, online. Ja, dan, dan kan ik daar echt heel veel plezier van hebben. Dan kan ik daar echt heel veel vreugde van hebben. Ja omdat ik gewoon zie waar mensen toe in staat zijn. Ja. En, en dat is ook het interessante van dit onderwerp: dat we dat nu dus juist vanavond dus aan het bespreken zijn. Ja. Na, na wat ik heb meegemaakt op zo'n dag. Ja. Dan kan ik echt zeggen dat mensen tot zoveel meer in staat zijn. Ja. En zoveel meer kunnen. En zoveel meer in zich hebben. Ja. Ten opzichte van. Tussen, even tussen aanleidingstekens, de psychische aandoening die ze dan zouden hebben. Ja. He, of dat nou burn-out, burn-on, depressie of ja. wat dan ook is. Dus het gaat er echt om, wat wil je geloven? Wat ja. wil je echt. Waar, wat wil je omarmen? Wat, ja. wat trek je aan als een jas? Ja. Vind je het fijn om, om die labels te hebben? Ja. Of ga je er gewoon. Keihard, je stinkende best voor doen om uit te zoeken waar dat dan vandaan komt. Ja. Hoe komt het nou dat ik zo ben, als dat ik nu. Doe? En als ik zeg maar dan de, de vraag uh, verder doorvraag. Ja. Dus je zegt dan vreugde. Uh, uh, je hebt natuurlijk ook boosheid of ja. uh, frustratie, ja. uh, uh, verdriet, noem ja. het maar. Uh, welke emotie uh, ervaar je dan ook wel eens waarvan je zegt van nou die komt ook zo nu en dan en die vind ik echt het vervelendst. Ja boosheid. Ja boosheid. Ja. Ja. Dat is voor mij echt wel een uh, ja een pittige. Een pittige emotie, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat komt puur voort. En, en nu, nu, nu ben ik ook even, even eh, kwetsbaar. Dat, dat mogen de luisteraars ook best wel horen. Maar mijn boosheid komt heel vaak voort uit onmacht. Ja. Omdat ik gewoon eigenlijk niet weet wat ik dan um, in een situatie het beste zou kunnen besluiten. Ja. En nu ben ik er inmiddels achter gekomen door ook heel veel. Ja, met mensen daarover te praten. En, en, en ik, ik heb dan een, een, een coach waar ik heel veel contact mee heb. De coach heeft een coach? De coach heeft een coach, ja. Nou, ja. Maar dat, dat is ook helemaal goed. En, en die weet heel veel van human design. En human design is een hele mooie, dat is een empirische wetenschap. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het, uh, door middel van ervaring ga je, ga, je, ga je merken of het werkt voor je of niet. En dat zul je dan uit moeten proberen. Dus op het moment dat je dat uitprobeert, dan ga je dus doorkrijgen wat het voor je kan betekenen. En die coach die vertelde mij dus van... joh Patrick, als jij besluiten neemt in je leven... dan zou het eigenlijk heel verstandig zijn... als je daar even een nachtje over slaapt. Ja. Dat deed ik vroeger nooit. Want ik dacht altijd, ik moet heel besluitvaardig zijn... en heel oordeelvaardig zijn. Ik moet echt uh, stand te moet ik een besluit nemen. Want dat, 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 dat past bij mij. Dat deed ik ook altijd. Alleen dan dacht ik ook altijd achteraf: van goh, dat is toch eigenlijk wel snel besloten. En doordat ik dat nu niet meer doe, doordat ik nu, um, als, ik het, als ik weer in een situatie terechtkom waarbij waar, waar, bij iemand iets van mij verwacht, of ik moet gelijk reageren, dan zeg ik heel vaak: ja, ik, ik denk daar even over na. Ja. Nou ja wel en dan ga goed. ik er, daar dus over slapen. Ja, dus eigenlijk zeg jij van uh, ook door je, doordat, je, doordat jij zelf een coach hebt, ja. hè? ondanks dat je zelf een coach bent, ja. maar je hebt zelf dus ja. ook een coach. Ja. En die heeft jou gewoon uh, handvatten gegeven ja. om daar uh, gewoon op een manier mee om te gaan. Wat werkt voor jou? Ja, wat ik er interessant aan vind, uh, en dan ga ik daar straks nog wat ja, verder op door. Uh, jij gaf aan uh, uh, boosheid. Maar ik ga heel goed op. Nou, nee, oké. Okay, ik moet het wel even op de juiste manier zeggen. Maar van alle slechte emoties ga ja. ik het best op boosheid. Want ja. op een of andere manier zet mij dat heel erg in beweging. Mm -hmm. uh, boosheid, dat zorgt er echt voor dat ik overga tot actie. Ja. En gek genoeg, als ik die. Want ik ervaar dat ook zeer zeker wel als een negatieve emotie. Maar op het moment dat ik echt boosheid ervaar. Nou, dan verander ik opeens in echt een hyper-efficiënt ja. persoon. Dan. Dat ja. gaat nergens over. Ik heb het ook op werk. Zodra ik mm -hmm. boos word, nou, dan, dan, dan ros ik echt overal doorheen. En op een of andere manier heb ik ook altijd zo als achter, ik achteraf kijk, ja. dat ik altijd denk van... wow, dit waren ook echt gewoon de best mogelijke beslissingen... die ja. ik maar had kunnen nemen. Hoe oh, uitzicht dat? Word je dan boos op collega's? Of loop je nee, te schelden? Dat is, nee, dat is, loop je te gooien met Nee, ik word, ik word heel erg gehaast, kortaf. Uh, en, uh, en, en heel doelgericht. Ja. Vooral heel doelgericht. Maar is dat dan echt, is dat echt boosheid dan? Heb jij het gevoel dat dat echt boosheid is? Nou ja, op dat moment wel. Want ja, ja. Ik, 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 ik heb dan wel het gevoel dat als er nog wat gebeurt... dat dan echt de bom echt barst, zeg ja, ja, ja. maar. Okay. Uh, maar goed, gelukkig ben ik er altijd heel erg goed om in... om ervoor te zorgen dat de je bom barst. Je weet wat je moet doen inmiddels om ja, om die boosheid kwijt te raken. Precies, en ja. dat heeft ook met mijn karakter te maken. Ja. Dat zelfs al ben ik... Als, als ik echt zo zeggen, nou, nu ben ik echt op mijn boosst. Uh, nu ben ik echt zo een partij boos. Dan zou een ander zeggen van... Nou, sorry, dit is voor mij een lichte zaggereinigheid wat jij ja. nu aan het ja, ja, ben. Ja, ja. En dat is dan voor mij al dat ik echt... Ja, dat dus dat je je ik al hier. ik dat heb ook nog nooit gevochten, want ik ben nog nooit op het punt gekomen dat ik echt boos genoeg was om echt te zeggen nee. van zo, nu, nu nee. ga ik echt... Nu ja, ga ik hem timmeren, zeg ja. maar dus maar goed dus daarom dat het misschien daarom voor mij ook anders werkt dus het kan heel goed zo zijn dat jouw vorm van boosheid echt is dat je zegt van nou ik kan gewoon niet maar in mijn ogen kijken en ja. want nee nou, zo ben, is het niet hoor maar, nee maar ja, ik noem nee, even ik een voorbeeld hè, dat ja. mensen dat echt of ja, je hebt ook de, de vechtersbazen die echt ja. als ze boos zijn die gelijk uh, gelijk erop bovenop uh, uh, ja, ja gelijk ja. er bovenop op gaan uh, en ja bij mij is het anders en, ja. en uh, mijn uh, meest negatieve emotie en daarna gaan we weer terug naar jou bijvoorbeeld is echt verdriet Be ja. bij mij is verdriet dan schakelt ja. echt alles uit ja. ik kan dan ook geen heldere beslissingen meer maken. Nee. Ik, ik, ik sta stil. Uh, nee. En eigenlijk wil ik gewoon net zo lang parkeren. totdat het verdriet automatisch ook weer weggaat. Ja. Maar dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Nee. Nou, dat is interessant dat jij het over die, over die emoties hebt. Want je hebt dus eigenlijk uh, vanuit de NLP. heb ik ook uh, de NLP practitioner en de NLP masteropleiding gedaan. Mm -hmm. En daarin hebben we ook geleerd om te werken met timeline therapie. Ja. je gaat er bij timeline therapie vanuit dat je hebt een tijdlijn met een verleden, een heden en een toekomst. En dat is eigenlijk een denkbeeldige lijn waarover je kunt bewegen met je ogen dicht. Kun je over die lijn heen bewegen. Mm -hmm. En uh, waar timeline therapy op gebaseerd is, is dat het gaat erom dat we eigenlijk vijf negatieve emoties hebben uh, die, die echt uh, extreem kunnen zijn voor ons geld, hè? Dus dat is boosheid, verdriet, angst, gekwetstheid en schuld. En die vijf emoties die kunnen zich koppelen. Aan herinneringen uit het verleden. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij iets hebt meegemaakt, en dat begint al heel vroeg, dat kan uh, als, als baby zijn, als jij in je bedje lag en je niet snel genoeg je mail kreeg, of je ouders kwamen niet snel genoeg als je begon met huilen, wat was dat dan? Was dat dan boosheid of was dat verdriet? Of nou? En, en uh, die emoties die koppelen zich dan aan een herinnering. Dus je moet je voorstellen, als baby heb jij dat gevoel gehad dat je alleen gelaten werd, dat maakte je verdrietig. En vervolgens heb je die emotie, die draag je eigenlijk in alle. Volgende situaties in je leven draag je die met je mee. Ja. Uh, alle herinneringen die erna komen, die maar enigszins lijken op wat je toen hebt meegemaakt, ja. daar komt die emotie weer bij maar, kijken. Maar hoe, hoe helpt dan die timeline therapy? Hoe helpt dat dan jou? Nou, niet alleen mij, hè. eigenlijk helpt het iedereen die daarin Nee, zit. maar dus dat zeg ik, dus wie ja. het ook doet, ja, dus, dus, door het, dus die het, tijdlijn het, voor je ja. te zien, hoe helpt dat jou? Het, het helpt eigenlijk door middel van een script die ik daarbij gebruik, die ik voorlees, de vragen die ik stel, mm -hmm. de, de posities die ik vraag om, om in te nemen bij jou, mm -hmm. uh, die zorgen ervoor dat jij uh, die emotie kan loslaten. Ja. Dus die zit niet meer gekoppeld aan die herinnering. Ja. Dus doordat hij niet meer gekoppeld zit aan die herinnering en ik jou ga vragen om hem in iedere volgende herinnering ook los te laten. En het is het onbewustzijn wat het gaat doen. He, dus het onbewustzijn weet wanneer die situaties zich hebben ja. voorgedaan. Ja. Het ja. heeft geen zin om er één te gaan bedenken, ja. want dat, dan, dan zit je dus alweer in je hoofd. Maar eigenlijk vanuit je onbewustzijn, die weet welke herinneringen dat waren, die weet welke emotie daaraan vast en die nee. weet... Die weet dus eigenlijk van die kan ik dan weer daarvan loskoppelen. Ja. En dan kom je weer terug in het nu. En dan ben je dus eigenlijk die emoties uit het verleden ben je kwijt. Ja. Dat doen we eigenlijk met mensen die overmatig reageren. Hè? Dus jij hebt het er net over van nou, ik kan wel boos worden, maar eigenlijk uit het bij mij in concentratie. Mm -hmm. Toch? Want je bent, je wordt een soort. Hyper, even hyper, even zeg maar. snel samengevat, ja. kan je zeggen: het, bij mij uitert ja. zich in een, in, een, uh, in een vorm van uh, hyperconcentratie. Ja. 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 Maar zou het, nou, zou het nou aanblijven en zou je het nou ook nog meenemen in de auto? En zou je daardoor ja, ook nog heel agressief gaan? Oh, rijden. nou, maar dat is wel interessant. En zou je ook nog? Ja, thuis maar dit gebeurt wel, moet ik ook zeggen. Kijk, het, oh. het zorgt er wel voor. Uh, ik raak er wel even wat aan. Nu. Ja, nee, nee, <laughs> want kijk, het zorgt wel voor, uh, voor hyper-efficiëntie. En ik zal nooit bijvoorbeeld agressief worden of wat dan ook. Uh, maar het zorgt er dus wel voor dat die hyper-efficiëntie. die zet zich inderdaad dan ook wel door naar inderdaad het verkeer. Ja. Of wat dan ook. Uh, maar wat ik dan dus ook heb. is dat als ik dan dus bijvoorbeeld heb afgesproken met iemand. dan moet ik dus in die efficiëntie blijven. En met werk, omdat ik daar een aansturende mm -hmm. functie heb. dan gedij ik er dus heel goed op. Want dan ja. ga ik alleen nog maar nog sneller en efficiënter beslissingen maken. om sneller tot mijn punt te komen. Uh, maar op het moment dat ik dan met iemand heb afgesproken. en die heeft gewoon zoiets van. rustig aan. Even chill. Ja. En, maar ik zit in die vibes van chill. Ja. Ik wil echt even door nu. Want. Ja. Er spelen een hele hoop dingen in mijn leven. En eh, dat ik bijvoorbeeld boos ben omdat ik vanavond ergens naartoe moet. Maar ja. ik heb nog 30 taken in de tussentijd. Dat ik denk dit slaat nergens op even mee te smaken. Als je me dan gaat remmen op dat moment. Ja. ja dan kan ik wel heel erg. Dan kan ik ook niet dat ik dan dus nogmaals ook eh, ja. agressief word. Maar dan kan het wel zo zijn dat ik een vluchtreactie ga krijgen. Ja. Dat ik dan denk, oké, okay, nou ik heb nee, jou dus... nu geprobeerd. Ja. Ik ga nu weg. Ja. En dat dan, dan denk ik van zo, deze man die gaat helemaal overstuur weg. Maar op dat moment zegt mijn brein. oké, okay, binnen wat ik nu ervaar. Ja. Eh, is, gaat deze persoon meer een probleem als de oplossing zijn? Ja. En dan uh, kan ik dat soms al in een, in een vluchtreactie uh, ja. uh, ervaren. Nou, ja, want dat is interessant wat je nu vertelt. Want die boosheid, als je dat zou, als je dat zou analyseren, um, waar, kom, waar, waar komt die boosheid dan vandaan? Ja, nou ja. Uh, Als jij dat zou weten. Ik denk dat die boosheid uh, op dit moment natuurlijk in mijn leven, zoals ik de podcast begon, mm -hmm. er vooral mee te maken heeft dat, dat ik gewoon heel weinig tijd heb. En dat ik daarin mezelf heel erg voorbij ja. loop. Zou, uh, en, het dan, zou het dan kunnen zijn dat het voor jou een soort van onmacht is? Het is zeker onmacht. Omdat je gewoon niet weet hoe moet ik dat allemaal tegelijk kunnen doen, terwijl dat natuurlijk eigenlijk ja, is. Nee, kan, nee, uh, nee. want, want, want je kunt maar één ding tegelijk nee, het doen. Nee, het is onmacht en frustratie, ja. omdat uh, iedere keer dan denk ik van nou, ik, ik neem nog met alle plezier en liefde, neem ik nog deze taak voor jou erbij op, omdat jij graag wilt dat ik die taak doe, niet jij als persoon nu tegenover mm -hmm. mij, maar de persoon die het op dat moment aan mij legt. Maar uh, uh, dat was dus het punt, wat ik dus had, dat dat dus continu gebeurde. Ja, ja, continu. Ja. Iedereen sloot achteraan uh, continu aan die rij aan. En ja. ik kwam maar niet op het moment om echt tot die rust te komen. En dan, ja. dan blijf ik continu in mijn rol en die efficiëntie wordt bozer, bozer, bozer. bozer. Ja. Resulteerde er zelfs in... dat toen ik dus op een gegeven moment... met mijn ouders s'avonds thuis zat... dat ik dus zo hyper-geëfficiënt stroomlijnd was. Snel ja. eten, snel praten, uh, korte bewoordingen... want alles moest efficiënt. En dan ja. vroeg zij door... vertel daar eens wat meer over. Dat zo'n lieve vraag vanuit je ouders... van joh, maar vertel ons wat meer... want wij willen dat graag weten. Dat... Dat, dat triggerde mij dat wel even op sluiting. dat moment, dat, dat ik echt ja. totale kortsluiting kreeg. Ja. Dat ik echt uh, mijn bord liet staan ja. en boom, in één keer weg was ik. Want ik echt dacht van nou nee, sorry, dit past gewoon even niet in mijn... Uh, nee. En dat, dat triggert natuurlijk bij hun heel ja, veel tuurlijk. verdriet. Ja. Maar uh, de, op dat moment heeft ja. dat nog steeds alles met mij te maken, niks ja. met hun. En ik vind het alleen maar heel lief dat ze dat vragen. Ja. Maar. En hoe heb je daar nu voor jezelf dan, uh, want die vind ik ook wel interessant. Hoe heb je daar nu voor jezelf verandering in aangebracht? Uh, nou, niet nog eerlijk gezegd. Kijk, oh. dit is wel natuurlijk iets wat gewoon op dit moment heel erg nog speelt. En uh, het enige, uh, uh, nou normaal ik heb dan dus een, een aantal beslissingen natuurlijk ja. genomen. Hè, dat heb ik, ik ben vrij onlangs een week op vakantie geweest. Mm -hmm. hè, en Nu zullen mensen al denken van, huh, je zegt net dat je continu aanstaat. Maar ook daar, ja. uh, door diverse redenen, heb ik voor mijn gevoel continu aangestaan. Ja. Maar dat ook door mezelf gewoon hoor. Dat is ook mm -hmm. hoe ik gewoon als persoon ben. Maar er waren ook nog wat extra variabelen waardoor ik ja. continu aanstond. Hè, ook werk vanuit Nederland, wat ik daar ja. natuurlijk continu maar binnen bleef krijgen. Ja. Maar kijk, dat is het interessante. Je wordt toch eigenlijk altijd wel op een of andere manier word je weer getriggerd. Getriggerd als in? Als in uh, dat je toch weer die dingen op je pad krijgt. Ja. Nou, dus ja, dus die, je kunt denken van, nou ja, ik, 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 ik doe er van alles aan om te proberen om het om te gooien, om een andere beslissing te nemen, om een andere keuze te nemen. Ja. En toch komen die dingen toch weer steeds nou, maar op je pad. Dat, dat, daarom is de stelling leuk, omdat dat dus met mijn menselijke gedrag te maken heeft. Ja, precies. Uh, dus ik... ik ik, ik ben nu wel en emotie, want ik ben ja. dus nu, nu allemaal wel beslissingen aan het maken. Maar het gedrag wat ik daar rondomheen doe, dat, dat brengt mij nog steeds. Ja. Uh, hè, dus wat ik bijvoorbeeld als gedrag heb, is dat ik ben de, de pleaser. Ja, ik ben de pleaser. En vanuit spiritualiteit ben ik zelfs de heler, heb ik een keer van iemand ja. horen gekregen. Ja. Dus. Maar tegelijkertijd kost me dat wel altijd heel veel energie. Dus ja. ik ben nu uit de positie gestapt... dat ik die helende rol even zo gezegd... of die nou ja, uit, uit mijn bedrijf heb gedaan. Alleen vervolgens stap ik in een, een nieuw bedrijf binnen... en nu ben ik exact hetzelfde aan het doen. Dus ja. al die energie die ik verloor in mijn eigen bedrijf... verlies ik daar nu nog steeds net zo hard. Ja. En nou, dat, dat is natuurlijk wel jammer. Dat ja. had ik wel anders gehoopt. En uh, dat ik dus nu echt op het punt kom dat ik ja. gewoon niet eens meer weet of ik echt nog kan werken. Even op dit moment. Ja. gewoon. Zo heftig ja. ervaar ik het wel. Maar niet dat ik een burn-out heb. Want ik zou prima kunnen werken. Ja. Ik heb het wel eens met iemand uh, over gehad om diegene te helpen. Bijvoorbeeld met een, uh, een schoonmaakklus ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar dat ik, dat ik gewoon echt. Uh, dat zou ik gewoon prima kunnen doen. Ja. Maar, uh, maar dat, dat, is, dat is interessant. Hè? Want nou ja, jij zegt dat dan, over die personen. En ik heb natuurlijk ook een, uh, een eigen schoonmaakbedrijf. Ja. En ik merk dus aan mezelf dat als ik dat af en toe. Ik, ik, ik heb heel lang gedacht: van uh, ja, uh, ik doe een schoonmaakbedrijf. En ik ben coach. Ja. Dat is heel raar. Dat is een hele rare combinatie. Ja. Ik weet nu dat, dat als ik, uh, dat ik als Manifesting Generator, zoals dat in de Human Design wordt genoemd, is het voor mij heel belangrijk om heel veel verschillende afwisseling te hebben. Het is, het is ja. voor mij niet handig om al, alleen maar één ding aan de lopende band te blijven ja. doen. Ja. Ik, ja. Moet, ik moet veel verschil hebben. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk voor mij een hele goede combinatie. Ja. En dat bedrijf en dat. Ja. En ik, ik, ik ben er dus ook achter gekomen dat als ik dan zo'n hele dag gesprekken heb gehad, ja dan vind ik het eigenlijk ook wel lekker. Nou, ja, jij gaat dan hardlopen, maar ja. ik vind het eigenlijk wel lekker om dan gewoon alleen zo'n pand binnen te komen. Ja. En gewoon lekker met een doekje. Ja. Die bureaus en, de, en, 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 en stofzuigen en moppen. Ja. En, en dan ja, gewoon dat, mijn hoofd te legen. Ja, nou, 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 Jij zegt het nu, jij zegt zelf nu deze zin erachter, want dat wilde ik dus ook zeggen. <laughs> Wat ik altijd als mijn werk heel erg uh, stollend heb ervaren. Dat zijn een tweetal factoren. Dat zal misschien voor een aantal mensen wel herkenbaar zijn. Want ik vind echt dat de tijd laatst heel hard gaat met chat GPT ja. en ja, dat is noem echt al. het allemaal. Maar ten nou, eerste, ja, Ai. Ten eerste heb ik met mijn beroep echt dat als ik echt een jaar lang me niet verdiep, dan loop ik bijna al onherstelbaar achter. Ja. Nou, dat vind ik gewoon heel frustrerend. Ja. Vind ik echt, echt heel frustrerend. Dat had ik me als kleine jongen, ik dacht, je leert iets. Tuurlijk was dat een beetje een oppervlakkige ja. gedachte. Maar ik dacht, je leert iets. En dat kan ik doen tot mijn tachtigste. En ja. top. Nou, dat, dat is niet zo. Nee. Want ik heb mijn werk denk ik al minimaal tien keer in de tussentijd. En niet, uh, oh uh, natte vinger, tien keer. Nee, ik heb mijn werk echt al tien keer opnieuw uit moeten vinden. Ja. Uh, en ik heb dus ook echt dingen wat ik jaren geleden supergoed kon... even toen een tijdje wat minder heb gedaan. Omdat ik gewoon, nou ja, je kan niet alles alles ja, maar blijven veel doen. Verder. Nou, en ik kom daar gewoon nooit meer in. Nooit meer. Nee. Dat lukt niet. Dat is onmogelijk. En wat ik gewoon heel erg vervelend vind, en dat is dus weer de brug naar jou... Uh, ik heb met mijn werk altijd het gevoel... ik moet altijd creatief zijn. Dat moet Vanuit mijn onderbuik moet dat ja. opgeroepen worden. Dat, ja. dat, 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 dat spuwt er haast uit. En uh, het, het triggert heel veel denkvermogen... en mm -hmm. inlevingsvermogen mm -hmm. en dit en dat. En ja. Dat kost mij heel veel energie. En ik zou het zo lekker vinden om gewoon een, een baan te hebben... die uh, helemaal volgens structuur is... maar waar je gewoon weet van... Nou, uh, zo werkt dit, zo werkt dat. Ja. Dus nu wil ik niet daarmee zeggen, uh, jouw werk is uh, dat vergt geen kennen, geen hogere verstandshouding. Je hoeft voor mij niet te denken. Het, maar, nee, maar het is, het is wel zo dat, dat precies wat jij zegt, je hebt die gesprekken gehad. Nou, dat is natuurlijk, ja. ik kan me voorstellen dat dat wel voor jou natuurlijk, daar sta je helemaal aan op dat moment. Ja. Maar schoonmaak, dat is ook werk. Maar dat ja, natuurlijk moet je moet wel nadenken. Het is niet zo dat jij op dat moment de hele tijd hogere wiskunde aan het doen bent. En nee. dat is ook wat ik een beetje mis in mijn leven. Dat ik er laatst ook echt aan zat te denken dat ik dacht van... moet ik misschien wel de extreem dappere beslissing nemen ja. om te zeggen... ik ga een ja. jaar lang helemaal kappen. Ik ga mezelf helemaal in de diepe gooien. Ik ga met mensen zoals jij meelopen ja. of die andere ja. klus of noem het maar. Ja. En gewoon kijken of ik misschien een ander iets van mezelf kan ontdekken. En ja, dan maar genoegen moet meenemen met minder inkomsten. Want ja, ik merk nu gewoon echt... Dat ja, die inkomsten zijn belangrijk. Maar ik merk nog steeds dat ik ongelukkig ben. En dan denk ja. ik echt van ja, weet je wel, dat. Ja, en dan kan je nog zoveel geld verdienen en nog zo, uh, het kan nog zo goed ja. lopen. Maar als je er geen vreugde meer in nee. hebt. En dat, ja, dat hadden we het net al over. Die ja. vreugde is voor mij echt heel belangrijk. Ja. Ik moet echt het, het gevoel hebben dat ik het naar mijn zin heb en ja. dat ik het leuk vind om te doen. Precies. En als ik dat niet meer heb, ja. Ja, dan maak ik daar andere keuzes in. Ja. En dan is het niet uh, altijd leuk voor de mensen om me heen. Ja. En het is niet altijd wat ze van mij verwachten. Ja. En ja, het uh, um, klinkt misschien hard. En zo denk ik er echt over. Je bent uiteindelijk toch alleen op deze aardbol. Ja. En dus het it, it is helemaal. Ik, ik bedoel nogmaals. Het ligt in mijn in, in meting. Mijn Je weet, ik werk met de ACK-meting. Dat ja. is die Analytical Competence Tool. Ja. Het ligt in mijn meting dat ik samenwerken heel belangrijk vind. En ja. ik, ik ben er nog steeds stellig van overtuigd. Dat mensen heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, als iedereen ervoor kiest. Ja. He, dus, uh, maar, maar je bent er uiteindelijk alleen op ja. deze aarde. Ik bedoel, je bent hier alleen geboren. En je, je zult uiteindelijk ook alleen uh, sterven. Ja. En dan kunnen er mensen om je heen zijn. En dat, zo bedoel ik hem niet. Ik bedoel, je hebt... Lieve mensen om je heen en familie en. Dan, maar je bent daar wel, je, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Ja. Je bent zelf verantwoordelijk voor, voor wat je beslist, voor wat je doet, ja. voor de keuzes die je maakt. En dan denk ik, ja, ik ben, ik ben nu 51, jij bent dan 30. Uh, ja, ik heb daar ook naar moeten werken om uiteindelijk uh, op, die, op dat niveau uit te komen. Dat ik dat ik nu ga snappen uh, ja, waar, waar een mens toe in staat is. En ja, ja dat is ook waarom we deze podcast maken. Ja, dat, dat als mensen dus denken dat ze een psychische aandoening hebben of dat ze last hebben van hun gedragingen of last hebben van hun emoties, daar is dus wat aan te doen. Ja. Ik heb dus de ervaring dat er wat aan te doen is. Jij hebt de ervaring, ook al heb je het nog niet echt helemaal kunnen uitvoeren zoals ja. je het zou willen, maar je weet, je, in principe heb je de handvatten, heb je in, hand, ja. heb je, in je bezit. Je ja. weet wat je kunt doen. Om daar weer uit te komen. En ja. ja, dat is echt een uitnodiging naar degene die zit te luisteren. En die denken: hey, Goh, nou, ik wacht hem, even. Ik Mag ik, heb... ik daar een ja, ja. punt? Want een van de, de punten die natuurlijk in deze zin nog steeds ja. staat. Want, en dat ruimt, denk ik, uh, dat sluit aan op wat jij nu uh, wilde ja. gaan vertellen, denk ik. Ja. Uh, is therapie. En dat hebben we nog niet echt zover nee. besproken vanuit jou als coach... Ja, hoe, hoe kan therapie nou... Hè, want je hebt bijvoorbeeld wel net timeline therapy. Hè, ja, daar komt die ja, therapie. Ja, dus daar ja. zit die dan wel in. Zie ik me dan, ja. hè, dat realiseer ik me dan nu. Maar wat voor een therapie uh, is er nog meer? In, in dit, uh, wat, wat, wat kan je doen? Therapie en coachen... dat overlapt elkaar soms wel eens een beetje. En, ja. uh, maar wat is het verschil dan? Wat je met, met therapie soms doet... is dat je wat meer de diepte ingaat van iemand. Hè. Dus, mm -hmm. dus echt de, de, de diepere patronen en de diepere ja, lagen precies. van emoties die daaronder liggen. Ja, als je daar niet goed mee om weet te gaan, als ik vanuit een therapie dingen tegen jou ga zeggen of, of, of van jou dingen ga verlangen die jou heel erg terugbrengt naar negatieve emoties of naar hele, hele slechte uh, situaties in je leven, ja, dan kan het ook wel heftig zijn om daarop te reageren. Ja, um, nou ja zo'n ervaring heb jij... Uh, uh, ook wel uh, een keer gehad. Dat mm -hmm. je weet van hé, hey, wat, wat er nu gebeurt, dat is, dat, is, dat is wel echt een diepere laag die er nu wordt aangetast. Ja. Hè? En dat is niet zomaar een, uh, een, een, een klein dingetje. Nee, hè, nee. Dus, maar met, met coaching ben je natuurlijk voornamelijk bezig met het vooruitgaan. Ja. Hè, dus we, we zijn nu hier, ja. jij wilt daarheen, dan gaan we kijken hoe je daar kan komen. Ja. Maar om dat te kunnen heb je soms wel eens ook een beetje meer informatie uit het verleden nodig. Want anders ja. dan kun je die handvatten niet ja. daarop aanpassen. Ja. En um, nou ja, wat, ik, wat ik dus heel vaak doe... is dus die actmeting meting gebruiken. Dat is die Analytical Competence Tool. Dus dan kunnen mensen dus echt gaan inzien... waar hun kwaliteiten liggen. Ja. Wat kun je van nature goed... Waar ben je goed in? Ja. En wat gaat je energie opleveren? Ja, want ik heb die natuurlijk ook bij jou gedaan. En ja. eigenlijk nu ik jou naar jouw verhaal luister... realiseer ik mij dat daar in, in dat rapport... noem ik het maar even... komt ja. inderdaad menselijk gedrag... of je gedrag, Precies. Ja. je emotie. Ja. Je leert daar wel een hele loop ja. door van jezelf. Dus op het moment... Um, ik kan me ook voorstellen, en ik heb er ook heel veel respect voor dat er genoeg mensen zijn die wel degelijk misschien het besef hebben dat mm -hmm. ze een psychische aandoening ja. misschien hebben. Tuurlijk. Maar, en misschien hebben die daar nog het ook steeds niet bagatelliseren. Nee, zeker. Bedoel... Maar die hebben daar waarschijnlijk ook nog steeds wel baat bij, bij die ja, tool. Absoluut. Maar um, ja, ook als je dus met gedrag en emoties ja. en als je merkt dat je daar vaak mee in de knoei zit, ja. uh, gaf die, uh, die actmeting mij ja. ook wel inzichten waardoor dat dat kwam en wat tegenpolen zijn. Ja, en wat, wat tegenpolen ook in mijn gedrag zijn die dus continu een bepaald soort emotie ook ja. veroorzaken. Uh, en door gedrag, uh, wat dus die emotie uh, triggerde. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook zeker een aanrader voor mensen om... Ja. Uh, om uh, het gaat ook om die patronen, hè? dus dat is ja. interessant, daar hadden we het eerder in de podcast ook al over. Ja. Iedereen heeft patronen waarom hij doet wat hij doet, ja. of hoe hij doet wat hij doet eigenlijk, ja. zou je kunnen zeggen. Maar als iemand echt een, een, een psychische aandoening heeft, ja. ben je dan nog steeds op het juiste adres bij een coach, of moet je dan ook echt meer bij een psycholoog gaan? Of uh, hoeft dat niet per se? Nou ja, wat belangrijk is, is dat, dat het wel eerst. Uh, dat je wel zeker moet weten dat het een psychische aandoening is. Ja, precies. Dus dat is die stempel waar je het over had. Ja, dus in dat, keer die dus stempel. Vind je is. het fijn om dat label ja. te hebben? Of. Uh, het kan echt goed iets anders zijn, ja, waardoor jij als coach... ziet dat als helpen? je misschien met een paar kleine ja. veranderingen ja. al heel veel anders in je leven gaat staan. Precies. En waardoor misschien dat hele idee van ik heb een psychologische aandoening al binnen nou ja, een jaar al te niet gedaan kan zijn, omdat. Precies, dat, wat ik zei ja. ook met die burn-out. Van ja, ik ja. kom binnen. Of iemand komt binnen die zegt ik heb een burn-out. Ja, hoe, hoe weet je dat? Maar dat je is dan, dan een burn-out? Is dat wel? Uh, valt dat onder noemer echt een psychologische aandoening? Dat wel? Nee, maar, maar um, nou ja. Mensen zouden kunnen denken dat het het is. Ja. Ja, precies. Dat, ja, dat, als je, dat, je, als ja. jij jezelf het verhaal... Het, wat natuurlijk kan ja. zijn, is dat als ja. je, alle twee, je twee personen... die ja. werken alle twee even hard, ja. uh, doen alle twee even veel mm -hmm. uh, en noem het maar. Alleen één krijgt een burn-out, de ander niet. Dan kan het wel voor de zijn, dat heb ik namelijk ervaren. Ja. Uh, in, en toen zat ik zelf in die positie, ja. dat, dat de ander dus wel een burn-out kreeg. Mm -hmm. Dat ik dan toen dacht van, oh, dan zou jij wel iets psychologisch hebben... Ja. waardoor jij hier al veel precies. sneller op vastloopt als ik. Daarom is het, in, in, in het onderwerp zo interessant. Ja. Want wanneer is het nou echt een psychische aandoening? Ja. En wanneer is het gewoon een, een, een stukje karakter, ja. een stukje achtergrond, een stukje verandering daarvan? Ja. Want kijk, als jij namelijk, dat was dus ook een onderdeel van die meting. Je gaat daarin ook bijvoorbeeld zien wat je vanuit prestatiekracht doet. Dat betekent dat je daar rete goed in bent geworden. Vanuit prestatiekracht. Dus je kunt het heel goed. Alleen het levert je geen energie op. Het kost je eigenlijk alleen maar energie. Ja. Omdat als je onder druk komt te staan, waar jij het ook al eerder in de podcast over had, dan gaat het vervormen. Dan ja. gaat het, dan gaat het, het gaat te dit en te dat. En dan kun je dus gaan. Dan, als je dat dus weet voor jezelf, als je dus weet van hé hey, dat gebeurt er dus bij mij als ik onder druk kom te staan, dan kun je dus het veranderen. Ja. Dan kun je dus. Gaan kijken wat kon ik daarvoor in de plaats doen. Ja. Waardoor ik wel weer energie krijg. Ja. En, 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 en dat zijn eigenlijk soms, soms uh, ja, kleine dingetjes die je kan aanpassen. Soms ja. wat groter. Dat mag ook. Ja. Dat is ook oké. Okay. En, en, en doordat je dat doet, gaat het anders stromen in je leven. Ja. Gaat het een andere uitwerking krijgen. Ja. Nou ja, ja, wel heel interessant inderdaad om te horen van wat dan een beetje die verschillen zijn. Ja. En dat, dat je dan ook gewoon net zo goed naar een coach kan gaan. Ja. Um, en inderdaad dat je dan tot de conclusie kan komen dat het wel degelijk misschien wel een psychologische aandoening ja. kan zijn. Maar dat het ook een, een, een stempel kan zijn wat ja. je zelf hebt. Uh, ja, waar en, het, wat ik ook denk, denk ik, uh, ja, misschien uh, dat ik dat toch, toch nog even tussendoor wil ja. vermelden. Ik denk dat als je echt uh, hele heftige reacties krijgt. Als zijnde van ik wil niet meer leven of ik wil er echt een eind aan maken. Of oh, ja. je zit daar echt, echt serieus te over te denken. Um, zoek dan inderdaad alsjeblieft ja. psychologische hulp ja, ja, bij een psycholoog of een psychiater. Ja. En onderschat het ook niet. ga inderdaad Onderschat het niet absoluut niet. niet. Hulp denk denk, hulp denk, denk niet van ook als, ook als ik even slaap een nachtje dan is het ja. wel weer weg. Ja, nee. Al, want uh, dat is wel echt... Dat kan dan richting een, een psychologische aandoening ja. gaan. En dan hebben we het niet over een hersenafwijking. Of we hebben het niet over uh, geboren zijn met een beperking. Ja. Want dat kan natuurlijk ook een psychologische afwijking zijn. Ja. Maar dan gaat het echt over wat maak jij mee voor jezelf? Ja. Waardoor je gewoon ja, eigenlijk niet meer wil leven. En dat ja. is wel echt belangrijk. Omdat ja, er zijn gewoon te veel mensen nog die. Die blij zijn dat jij daar bent. Ja, zeker. Dus nee, dat vind is... ik echt een hele mooie. Je uh, hebt er totaal niet bij stilgestaan. Maar inderdaad, als je door je eigen emotie of door het gedrag van anderen. dat je inderdaad het gevoel hebt dat je gewoon niet meer wilt of uh, wat dan ook. dat je inderdaad je leven zou willen beëindigen. Uh, nou, dat het dan wel echt belangrijk is inderdaad ja. om je te realiseren... dat dat gewoon uh, een gedachte is die je in ieder geval niet gaat helpen. Nee. En wat ook niet de oplossing gaat zijn. Nee. Uh, en, ook al en denk je dat wel. Ook, nou ja, dat zou je kunnen denken, maar uh, dat is het niet. Nee. Um, en, en dat de oplossing juist een hele hoop andere dingen kunnen zijn. Ja. En uh, schakel dan inderdaad onmiddellijk uh, hulp in. Ja. Wij hebben zelfs geloof ik in de vorige podcast... He heb jij letterlijk gezegd dat er momenten waren... dat, uh, dat jij gewoon niet meer wakker wilde worden. Ja. Uh, nu is dat natuurlijk echt nee, iets anders ja. als zelf ja, de stap precies. ook echt te willen zetten. Ja. Maar het laat wel zien dat wij allemaal wel eens op ja. dat punt komen. Alleen hoef en trouwens, niet... toen heeft professionele hulp mij ook geholpen. Zeker. Want ik heb dat toen expres ook gedaan. Ja. En dat heeft mij heel veel handvatten gegeven. Ja, precies. En uiteindelijk uh, ja, ben ik daar sterker uitgekomen. Ja. Dus, dus je hoeft je daar ook niet voor te schamen. Het is, het is niet iets wat, wat vreemd is. Nee. nee, zeker niet. En het is heel belangrijk om daar naar te handelen. Ja. Ik vond het uh, een, hard, een, een heel interessant uh, eerste onderwerp. In dit ja. format noem ik maar. Ja, het. He. We hebben natuurlijk al één keer er gezeten. Maar dit was de eerste keer in dit format. Ja. Ik vind het uh, heel uh, boeiend, ook wat we besproken hebben. In eerste instantie, toen ik het kaartje eruit haalde, toen, toen keek ik jou ook ja. aan. Dat zagen mensen uit de podcast niet nee. dat ik echt dacht bij mezelf van. Nou, jezi, hoe je, is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja. En Waarom ik dacht deze in deze man de auto, nou zo slecht? Ik dacht echt in de auto. Ik heb het gevoel dat hij dit onderwerp gaat pakken en het is nog waar ook. Ja. Nou ja. En bijzonder. ik weet niet waarom, maar dat gebeurde gewoon. Ja. ja. Nee, maar ik, uiteindelijk vond ik het wel een heel toerlijk ja, onderwerp het is, het is en het echt, is heel persoonlijk en, ja. Maar we hebben het ook uh, naar andere. Nou ja, jij die... hebt daar wat ervaring mee. Ik ja. heb daar wat ervaring mee ja. en ook vanuit mijn zakelijk, privé, privé ja, uh, aan bod, Alles ondernemerschap, ja. loondienst. Ja, en ik hoop ook dat, dat de luisteraar gewoon wat, wat aan de eventuele Tips en handvatten heeft ja. gehad die er. Uh, ja, maar dat was eigenlijk... wel leuk. Echt zonder de, uh, bij de eerste podcast zeiden we echt van nou, we gaan je nu tips geven. Ja. Wijze van. Zo letterlijk ging het niet, maar nee. daar kwam het enigszins op neer. Hè, zo hadden we dat toen ook uh, gestructureerd ja. voor onszelf. Ja. En nu hebben we echt tussendoor kwamen er wat tips. Uh, wat, wat ervaringen vanuit onszelf, die je hopelijk misschien ook als tip kan uh, ja. uh, ervaren. Uh, en, en wat ik zelf ook wel eens ervaar, is dat ik het dan luister. Dat ik dan snap wat het ze gebracht heeft. Dat ja. ik dan dacht, zo zou het bij mij nooit werken. Ja. Maar dat omdat ik dan wel hoorde hoe dat dan. Een bepaalde trigger gaf bij hun, dat ik dan wel begreep van. Nou, ja. oh, als ik het dan dus volgens mijn manier dan doe, ja. dan geeft het mij misschien wel diezelfde trigger. Dat ja. wel. En dan lost het er voor mij ook op. En dat ging ja. me ook aan de gang zetten om dan uh, daar iets mee te doen. Mm -hmm. Dus hopelijk heeft dat deze podcast ook ja. voor mensen uh, ja. gedaan. En mocht het, mocht het zo zijn dat er iets is wat we niet behandeld hebben, wat toch, uh, wat je toch belangrijk vond, waarvan je denkt. Ja, dat, dat had ik eigenlijk toch ook wel genoemd willen hebben. Of ik wil daar toch dat ze daar heel graag toch nog wat dieper op ingaan. Of op de burn-out of op de ja. burn Of depressie. Ja. Uh, ja, laat het ons dan alsjeblieft weten. Ja, zeker. Ik bedoel In, in uh, de comment. Of, ja. of wat dan ook. Je kan op Spotify ook reageren. Je kan ook. Uh, um, uh, op mijn website reageren, want daar staan, uh, de, daar staan de, de podcast ook op vermeld op uh, www.pvbcoaching.nl. En in principe gaan we de volgende keer weer een nieuw onderwerp. dan gaan trekken. we het uh, ja. blik gaan we weer. Ja. Uh, maar wat dus ook heel goed kan zijn, dat als we dermate veel reacties krijgen, of als mensen het dat interessant het vinden, dan nog gaan we het een keertje ja. behandelen. Nou, precies. Nou, maar... heel erg bedankt. Ja? Uh, ik vond het heel uh, Ik vond het hartstikke leuk weer om te doen. We kijken uit naar de volgende. Ja. Dank bedankt. Wel, Mark. Graag gedaan, Patrick, en uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft aan ons weten. Ook als jij bereid bent om je, jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar heel graag bij ondersteunen. Als je dat wil, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl. Mark van Wageningen heeft zijn eigen freelance graphic design company genaamd Aspera Grafica. Alles op het gebied van webdesign, grafische vormgeving en huisstijlontwerp zijn zijn expertise. Als je daarvoor graag meer informatie zou willen hebben, dan kun je daarvoor een mailtje sturen naar info@asperagrafica.nl.